Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag woensdag 10 januari. Ja, het is niet te vergeten net 10:30 geweest. Om 11:30 ben ik op mijn begeleidster weer op bezoek. Ik heb net een pakketje binnen gehad van de blokker. Ja, want ik moest eventjes weer twee dweilen hebben. En dan niet zomaar dweiltjes, nee. Dit zijn met van die leuke drukknopjes. Kijk, zulke dweil heb ik dan. En ik heb dus dit ook, dus ja. Dus dat is ideaal. Dus, en die andere twee, ja, die waren ook nog wel goed. Maar nu heb ik het tenminste vier, dus ben ik heel blij mee. Een raar intro, maar oké. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst vandaag. Goedemiddag alweer! Ja, het gaat allemaal zo lekker snel. Ja, ik weet het. Nou, mijn begeleider is dus nu net weg. Ja, nog maar net. Ongeveer een kwartiertje, vind ik nog maar net. Ik heb hier al een lekker broodje met 3 gebakken eitjes aan elkaar. Kijk, 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 kijk. Dat ziet er toch lekker uit. Dat ga ik lekker eten. Voordat ik zometeen weer wegga samen met Roderick naar het kantorencomplex Afval Loont. Ja. Daar gaan we weer naartoe. Joehoe, Afval Loont. Ja. Want daar krijgen we weer geld voor. Een beetje. Nou, oké, maakt niet uit. Even kijken of en of daar onze Siem is. Ja. En dan kunnen we die ook weer even interviewen. Als die er is, hè. Als die er is. Dus ja, ik ga dit even eten. En dan check ik jullie later. Nou, wij zijn dus nu bij het mooie loketje Afval Loont. Roderick Stalman gaat er iemand interviewen. Dus ik ga deze camera even overgeven aan Roderick. Kijk, daar ben ik. Dan gaan we Siem interviewen. Kijk. Hi. Hallo. Vertel, wat doe je hier? Wat doe ik hier? Wat is Afval Loont? Nou, zal ik het even heel kort en krachtig een beetje uitleggen? Voorstellen. Nou, Siem. Werk bij Afval Loont. En wat doen wij? Wij nemen gescheiden afval in van mensen en betalen ervoor. Wij wegen het. Dus papier, karton, BMD's, textiel, klein elektrisch, frituurvet. Wordt allemaal in die bakken aan die kant. Wordt het gewogen. Ja. En de mensen hebben dan een account aangemaakt of die doneren het en dan gaat het naar een goed doel of wat de mensen zelf willen. Okay. En dan betalen wij per kilo. Okay. En als de mensen op hun account 10 euro bij elkaar hebben gespaard, dan wordt automatisch naar een rekening gestort. Okay. Het is heel kort en krachtig, het is heel simpel. En wat is PMD? Ja. PMD! Ja. Plastic, metaal en drankpakken. Oké. Okay. En vooral die drankpakken, dat hebben ook mensen nog niet door. Er zit natuurlijk een folie zit erin, hè? Ja. En die folie die wordt eruit gehaald en nou, dat wordt dan ook gerecycled met het andere verpakkingsplastic. En waar wordt het dan ingedaan? Laat zien. Nou, laat zien. Kijk eens, hier zijn de containers, speciaal daarvoor. Kijk, een blauwe container. Blauwe container, papier en karton. Ze zijn nog niet echt helemaal vol. Blauwe, ja, nee, inderdaad. En dan oranje de PMD, papier, metaal en drankpakken. Het liefst allemaal in vuilniszakken. Vuilniszakken, kijk. En dan hebben we het klein elektrisch. En dan de textiel. En het mooie van textiel is, als onze container vol zit, dan brengen wij, of gaan we met die container naar de grote container buiten, van Legerdershels. Ja. En daar deponeren wij dan het textiel weer in. Dus Legerdershels die haalt het dan weer op en die doet hun ding daarmee. Ja, dan kun je zelf kijken. En even een technisch vraagje. Ja. Stel, ik heb heel belangrijke papieren die moeten versnipperd worden en die moeten vernietigd worden. Kan ik die ook bij jullie trekken? Nou, wij versnipperen niet. Nee, als ik het zelf zeg maar versnipper, kan ik dat dan bij jullie veilig aanbieden? Ja, dan breng je het, doe je het in een zak. Ik doe dat je dat gewoon eigenlijk naast Siem gaat staan zitten. Dan kan je het ook zelf. Nee, als jij papier zelf snippert. Ja. Dan is het handigst als je het zelf in een zak doet. Ja. En dan neem je het mee hierheen, we wegen het en dan gooi je het uit de zak in de container. Als je dat niet doet, dan krijg je wat je hier op de grond hebt. Snippertjes. Snippertjes, heel veel snippertjes. Okay. Het gebeurt een enkele keer nog wel eens. Dus, maar wij vernietigen het niet. Dus het papier wordt wel gerecycled, gaat wel allemaal op de grote hoop. Ja. Maar wij doen niet aan archiefvernietiging ofzo, dat doen wij niet. Okay. Er zijn gespecialiseerde bedrijven voor. En welke locatie hebben jullie mee? Nou, wij zijn de eerste en de enigste voorlopig nog in Den Haag. Ja. Er gaat er nog eentje bij komen.
Hoe en waar, dat wordt op de website vanzelf vermeld. En dan hebben we rondom Rotterdam hebben we nog een paar. Uh-huh. Barendrecht gaat mijn hoofd. Noordwijk, als ik het goed heb. Ja, kom er even gezellig bij. Ja, daarom. Tuurlijk, kom er maar bij. Ik weet niet exact alle locaties uit mijn hoofd. Ik ben er, Rotterdam volgens mij ergens. Mm-hmm. Hoogvliet staat me ook erbij. Ja, klopt. Ja, dus ja, maar het is allemaal op de website te vinden, joh. Dus, ja. En zoek je nog mensen? Website is afvalloon.nl. Okay. Je kan altijd contact opnemen met afvalloon.nl van hey, ik wil hier graag werken en dan zullen we wel zien. Maar voorlopig hier in Den Haag zitten we vol. Mooi. Met ons. Okay. Dus in Rotterdam misschien is die mogelijkheid daar. Okay. Maar ik ben niet van de directie, dus ik kan het niet beslissen natuurlijk. Dus, je zijn een landelijke organisatie? Het is een, de organisatie wil heel graag heel landelijk worden. Okay. Maar je moet het een beetje zien als een olievlek, hè, die langzaam uitbreidt. Ja. En dan moeten gemeentes daarmee inschikken en dan komt er weer een proefperiode als een gemeente dat wil. Dus ja, het heeft allemaal zijn tijd nodig. En hoe lang bestaat deze filiaal al? Dit filiaal is geopend vorig jaar 19 augustus. Afval Loont bestaat al langer, want die is voorheen in Pijnakker en Noordorp begonnen. Oh, dat zat ik ook bij. Ja, dus en dat zei je al toen. Ja, ik heb het begin meegemaakt. Dus ja, ze zijn al een paar jaar bezig. Ik ben er sinds kort weer bij, een maandje of drie nou. Ja, klopt. Ja. Okay. Je had het over een olievlek. Als ik frituurvet heb, kan ik ook bij jullie krijgen? Kan je ook bij ons inleveren, in een gesloten fles. Ja. Dus, en dus ook, hoe heet dat, dus alleen frituurvet of nog ook gewoon zonnebloemolie? Gewoon zonnebloemolie, frituurvet. Oké. Okay. Ja, en dat wordt gerecycled en er wordt hoofdzakelijk zeg maar handzeep van gemaakt. Handzeep, oké. Okay. Okay. Ja. Ja. Dat is dus heel belangrijk, in een gesloten fles. Uh-huh. Ja, dat je het niet met een zakje aan kan brengen of in een oud massiebakje of zo met de deksel er half op. Ja, mensen zijn creatief. Ja. Als je geen fles hebt, gebruik een oude fles met wasverzachter en wasmiddel. Gebruik dat. Okay. Dat is heel makkelijk. En heb je nog tips en voor de kijkers van mij? Ik heb een hele goede tip. Als je PMD gaat verzamelen en je hebt dus weer die flessen wasverzachter, wasmiddel, laat de dop eraf. In de zak waar je het verzamelt. Want die lucht van de wasverzachter die verspreidt zich door die PMD heen. En ook van de drankpakken? Van het drankpakken kan je het op afhalen, maar die lucht die blijft niet echt lekker natuurlijk. Hè? Dat, okay. Want dat is vers spul. Uh-huh. Dus maar met wasmiddel, wasverzachter, afwasmiddel, gewoon lekker een dopje eraf halen. Ja, en verspreidt zich, dat helpt iets. Want PMD kan wel een beetje stinken, vooral als het straks warm gaat worden natuurlijk. Ja. En het is voor ons ook wat lekkerder als we zulke zakken krijgen in plaats met de nasi van vorige week. Okay. Ja. Gebeurt ook. Ah fijn, nee dat is niet leuk, nee. Klopt. Ja, dus ja. Wel. Ja, okay. Maar dan bewaren jullie dus die oranje bak ook nog binnen? Totdat die vol is en daarna zetten we hem buiten in, zetten we hem klaar. Okay. En nu wordt hij door HMS, wordt de containers geleegd. Oh, okay. Dus als ze echt vol zijn dan gooien ze hem buiten, want anders hebben we hier natuurlijk het hangblok helemaal voor staan. Nee, goed, stel dat jij is half vol en het is bloedje heet midden in de zomer. Mm-hmm. Het is lekker 50 graden. Dan gaat hij lekker naar buiten toe. Oké, ik dacht al. Ja, nee. En als we een zak indouwen en iemand had net plastic afval van vis of zo gebracht, dan gaat hij een container meteen naar buiten. Okay. Dan blijf je niet in zitten natuurlijk. Nee, precies. En gelukkig precies. Gebeurt het ook niet elke dag. Dus, maar we hebben containers genoeg, dus dat komt allemaal wel goed. Okay. Mooi zo. Mag ik jou bedanken zien? Graag gedaan. Voor je interview. Top. Graag gedaan. Mag jij wel bedanken? Ja, dat wil ik. Ja, okay. Graag gedaan. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer maar weer. Tot de volgende ronde. Zo, nou, het is al inmiddels al avond, wat jullie al wel weer zien, want het is donker buiten. Het is nu net kwart over zeven geweest. Roderick is er ook, zoals jullie wel weer een beetje zien. Ja. Hey! Hoi! Alles goed? Bijna alles. Want? Er moet zo meteen schoongemaakt worden op het balkon. Wel nee! Het is koud buiten. Oh, koud. Mooi. Goed zo. Nee, maar wij gaan lekker eten. Want Roderick heeft me net even geholpen met het eten. Want de vorige keer heb jij stampertjes spruitjes gegeten. Dat vond je ook weer verrassend lekker. Maar dat zeg ik nooit. Ik zeg altijd, het is minder vies dan normaal. Ja, maar oké. Omdat er groente in zit. Ja, maar laat hem maar even lekker lullen. Nee, maar dat vond hij dus weer verrassend lekker. Dus dat gaan we weer vanavond weer eten. Ja, en ik moet niet naar boven kijken, maar ik moet in mijn lens kijken. Gezellig. Joehoe.
En ik laat jullie gewoon weer zo meteen een stukje zien van wat we gaan maken, eten, et cetera. En ja, dan hoop ik weer dat jullie het leuk vinden om daar naar te kijken. Ja, en Lovely die zit nou gezellig te piepen op het voorbalkon. Ja, want ze vindt het leuk om dus eten te jatten en van de grote zus, wat nog eigenlijk niet mag. Nee, maar ja, dat hou je ook niet tegen. Dus het komt helemaal goed. Nou, hier hebben we dus niks in, maar die bewaar ik nog eventjes. Hier, wat jullie kunnen zien, hier zitten spruitjes. De paasenspruitje en de groene spruiten en de aardappelen erbij in. Ik heb hier al bijgevoegd gelijk peper, zout, paprikapoeder en currypoeder. Dat laat ik lekker meekoken. En hier heb ik heel luxe vlees. Heel luxe. En nou is mijn... Hoi! Hoi! En wat vind jij ervan? Ik vind het interessant. Vorige keer daar zit er grond in, daar ben ik zo dol op. Nee, dat weten we. Maar je had er iets fantastisch van gemaakt vorige keer. Dus ja, klopt. Nu nog een keer proberen. Dan met, lamsrek of zoiets. Ja, zoiets. Lekker toch? Het ziet er goed uit. Toch wel? Ja. Mooi. Het rook ook erg lekker. Wat? En de vorige keer had ik eigenlijk niet het idee dat je merkt dat er spruitjes in verwerkt zaten. Terwijl ik wel spruitjes rook in de keuken. Ja. En die spruitjes waren niet meer in de keuken toen het eten opgediend werd. Dus 1-1 is 2 volgens mij. Ja. Dat een spruitje in het eten zit, maar dat merk je niet. Nee, dat vond ik een hele goeie. Normaal spruitjes zijn erg bitter en ruiken nogal sterk. En dit, ja. Dit valt mee. Mooi zo. Ben je er blij mee en dat je zo ook op deze manier groenten gaat leren eten? Ik ben er blij mee, dat weet ik niet. Maar nou, het is wel gezond. Ik wou net zeggen, het is inderdaad wel gezond, ja. Dat wel. Want wat lust je nu eigenlijk? Je lust nu broccoli soep, lust je nu? Als jij het maakt op jouw manier. Ja. Als ik het maak op mijn manier, dan is het smeren. Maar dat weten we nog niet. Weet nog niet. Niet helemaal. Maar ik heb zo'n vermoeden van dat het niet echt heel erg lekker is. Maar die gaan we nog wel eens een keertje uitproberen. Dat gaan we doen. Lekker warme handen. Dat is mooi. En dan mag je dit ook nog eens een keertje proberen. Ja, dat is goed. Dan nog een keer proberen. Ja, het staat dus nu op en op de vlog. Hè? Ja, dus we gaan het gewoon proberen en dan kijken wat het wordt. Ja, daarom. Als het niet lekker is, dan... Nee hoor. En dan gaat het ergens anders naartoe. Naar wat? Naar de kinderen in Afrika. Ja, precies. Nee, als het aangebrand is, ik bedoel, maar dat is niet lekker meer. Nee, toch niet? Nee. Nee, alleen je haar moet weer eventjes in gedaan worden, ja, toch mensen? Een beetje meer kamp worden. Een mooi hanenkammetje zo. Nee, hè? Het moet weer een beetje kort, hè? Korter? Ja. Nee, het is koud. Het gaat winter worden. Het is al winter. Het moet dus extra lang worden. Dus. Nee. Nee, hè? Nee. Het moet gewoon kort en ik moet weer lekker lang laten groeien en gewoon weer blond. Dus waarschijnlijk loop ik binnenkort ergens over jaren twee kleuren haar. Blond en nog ergens half rood. Als, ja. Als we jouw haar nou afknippen, ja? Dan plakken we bij mij eraan. Nee, dan gaan we niet. Ik lekker lang haar. Is het toch kort, dan heb ik het lekker warm. Nee, echt niet. Nee, is niet leuk. Nee, nee. Maar ik heb nog ergens, ik laat het even zien aan jullie. Ga je niet mee? Doe ik eventjes de vuur eventjes op zacht. Want ik wil jullie dan wat laten zien. Want dat ik hier net eigenlijk kwam wonen, hier in de wijk, heb ik mijn haar namelijk af laten knippen. Ja. En daar was mijn buurvrouwtje het namelijk toen niet mee eens. Nee, die was jaloers op mijn lange haar. Kijk, dat heb ik nog steeds. Kijk. Misschien dat jullie het in de keuken beter gaan zien. Ik weet het niet. Neem u even mee naar de keuken. Jij dit is mijn eigen haar. Mag ik even? Nee, maar. Niet? Jammer, heb je pech. Ja, dat dacht ik al. Nee, dit is dus en mijn eigen haarkleur. En mijn haarkleur, je eigen haar. En mijn eigen haar. En mijn eigen haarkleur. Dit is mijn eigen haar. Dat heb ik dus eerst in een knotje gedaan en toen afgeknipt hier. Ja? Dus eigenlijk was het... Nee, 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 maar dit is dus mijn eigen haarkleur, dit. En dat wil ik dus ook eigenlijk weer gewoon terug hebben.
Dus dan ja. Dan we dit af. Nee, dat niet. Dat nee. Ja. Ik vind het lekker ja. Om het in je neus te krijgen. Nee, maar dit is dus mijn eigen haakleur. Het is lekker zacht ook. Ja. Dus, buurvrouw, van een beetje verderop, ik heb deze nog steeds. Jij en je had nog wat gezegd van, hè, van als je het afknipt, breng hem dan ergens. Nee, dat heb ik dus nog niet gedaan. Nee. Misschien dat en dat ik hem ergens anders kan brengen bij Roos. Hier al ergens in Den Haag, maar dan moet ik even kijken. Zijn jullie daar nog niet trouwens op geabonneerd? Moeten jullie dit even doen? Ik zal eventjes een linkje hier een i'tje erbovenop zetten. Dat is de Happy Family. Die hebben een paar bedrijven rondom Nederland, zoals in Den Haag. Meerdere weet ik nog even niet. Maar ik zou zeggen, abonneer er juist even op. Ja. En misschien dat ik daar ook nog Emma een stukje haar ga inleveren. Maar dan moet ik even kijken of het zou kunnen bij wie. Nee, gewoon helemaal. Want hun maken dus haar extensions van echt haar. Dus volgens mij, als ik me niet vergis. Maar ik zal ook eventjes de website van hun ook eventjes in mijn beschrijving zetten. Dus ja. En dan zie ik jullie zometeen weer terug. En dan gewoon een keertje ruw materiaal. Kijk, wat hebben we hier? Spannend. Oh, het ziet er al goed uit. Goed. Leg maar neer. Hier. Even checken. Dat mag nog wel even. Nee, dat is graag. Ik vind dat nog even mag. Nee, ik er niet. Jij niet, ik wel. Nee, okay. Ik er niet. Die even zo. Ja man, ik weet en daar hebben we pannenlappen voor, maar ik doe het even lekker nou niet. De Husky groep pannenlappen. Ja, de Husky groep pannenlappen, ja! Je brengt mij op een idee. Sheila! Speciaal Husky groep voor in de keuken. Ja! Ik zal het eens even zo meteen voorstellen. Zo. Dan ga je het afgieten. Gewoon zo. Eerst. Dan kijk even mee van een afstandje. Doe ik deze er eventjes op. Nou pak ik hem wel, mama. Ja. Ja. Anders graag ik dat weer. Ja, maar daar heb je pannenlappen voor hoor. Ja, dat weet ik. Maar ik heb er niet altijd even zin om die te pakken. Okay. Normaal, dan doe je de melk doorheen. Maar omdat ik dus nu op dit moment geen melk heb, doe ik er wat anders van bijna doorheen. Ja, dat is een verrassing. Kijk, gaan we lekker stampen. Stampen. Doe je er ook nog boter doorheen? Dat ga je allemaal zien. Ik kan er ook chocolademelk doorheen. Nee, bah. Godverdamme. Wow, dat is vies. Okay. Dat is vies. Waarom is het alweer vies? Chocolademelk, gadver. Maar je hebt chocolademelk hier in de... Dat heb je net van mij gekregen. Ja, net. Half uurtje gekregen. Toen vond je het lekker. Ja, maar hier ga je toch niet chocolademelk... Bah! Voor degene die geen melk lust. Eeuw! Bah! Wil je me dood hebben? Ik wil je niet dood hebben, nee. Waarom zou ik je dood willen hebben? Halvarine! Halvarine. Heb je ook heel harine? Nee. Lekker een goede klodder. Ja. Ik krijg het een beetje warm. Ja, dat is warm.
er ook nog sheet doorheen of niet? Ja, een beetje. Een beetje, oké. Okay. Dan doe je eigenlijk altijd een beetje mixen met... Doe je altijd een beetje mixen met de dingen? Altijd. Daarom zeg ik al, ik heb geen melk. Dan doe ik wel even een beetje yoghurt erdoorheen. Ook lekker. En als je nog geen yoghurt hebt, kun je er wel vla doorheen doen? Nee. Maak er ook nog welke wat voor soort yoghurt erheen gaat? Gewoon normale yoghurt. Oké. Okay. En ook weer een flinke schuit of een... Ja, gewoon eventjes een flinke schuit. Okay. En altijd alles op gevoel? Yep. Je hebt het nu zo fijn gestampt dat je geen spruitjes meer ziet eigenlijk. Nee. Dus dan merk je ook niet dat er spruitjes in zitten. Dat is wel handig. Is het om de bittere smaak eraf te halen? En het zure van de yoghurt. Oké. Okay. Omdat je normaal dus melk erin doet. Ja. Ik heb geen melk. Nee. Vanwege je intolerantie voor lactose. Ja. Wat ik dan weer een beetje doe, dat is nog een beetje zout er doorheen. Kruiden doorheen. Pak ik nou knoflook, peper. Ja, en als je dat niet hebt, dan kun je ook gewoon peper erdoorheen doen. En kun je ook nog knoflook erdoorheen doen? Ja hoor, een beetje. Je kan alles erdoorheen doen. En naar je eigen smaak. Dus niet twee hele knoflooken, maar één of twee teentjes. Yep. En eigenlijk standaard bij jou is altijd currypoeder en paprikapoeder. Yep. Heb ik inmiddels begrepen. Yep. En ook weer een gematigde hoeveelheid. Yep. Maar net genoeg om de smaak aan te geven. Ja. En ook weer allemaal op gevoel. Ik doe alles op gevoel. Dus degene die het recept willen hebben, kunnen wel de ingrediënten doen, maar niet de hoeveelheden. Nee. Gewoon naar smaak, wens, eigen inzicht. Ja. Dit ziet er ook eigenlijk goed uit trouwens. Spannend. Kijk. Dat is wat zij van. Hoe meer yoghurt bij? Nee hoor. Die staat goed. Ik dacht eventjes dat hij hoog stond. Zo. Nou, het ziet er goed uit. Dankjewel. Ja, joh, leg het daar neer, hè? Ook goed. Een gehaktbord van de Spaans. Ja. Dus. Even kijken. Dan gaat die uit. Die even weer open. Nou, uit. Nee, uit dicht. Okay. Zo. Nee. Die kan er aan. Natuurlijk hebben we onze vaste gast hier in de uitzending. Ja. Een andere zwarte mond ligt hier. Ja, dat tof jou. We hebben hier een heel mooi dingetje. 1,
En als het niet smaakt, wat zeggen we dan altijd? Heb je pech? Nee. Dan leggen we onze koppen maar bij de hel. Oké, die ken ik nog niet. Wel waar, heb ik al zo vaak gezegd. Oh. En dan wil die niet, dus dan pakken we even een groot bord. Dan zien we tenminste wat er gebeurt met snijden. Ja joh, het gaat goed. Helemaal goed. Hold. Welke wil jij en welke wil ik? Ik wil deze wel. Die? Jij deze. En als je wat meer wilt, dan kun je altijd nog opscheppen. Oké, moet ik dus de opschepper zijn? Ja, precies. En dan wil ik nog altijd een beetje jus. Roderick die wil een beetje jus, dus dan krijgt hij ook een beetje jus. Dat is goed nog, hè? Ja, dat is goed. Dank je. Kijk, en dan maak ik altijd een kuiltje. Kijk, dat is mooi. Goed hè? Top. Mooi zo. Ik, wij. Wij, jullie. Ons willen jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral dat blauwe duimpje omhoog. En anders naar beneden ook prima. Ik vind het helemaal goed. Dat maakt me allemaal niet uit. Nee, precies. Abonneer even op mijn kanaal. En doe het belletje aan, want dan blijf je zeker op de hoogte. Want dan krijg je een melding als er een nieuwe video om 6 uur. En dan krijg je een melding in je inbox. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot onze volgende vlog maar weer.